overspoeld door het water. Op zoek naar overlevenden. Ontreddering. Angst. Het land heeft dringend hulp nodig. En die komt er vanuit de hele wereld. En soms uit onverwachte hoek. Woensdag 1 september, 10 uur 's morgens. Vanaf de AWACS-basis in Geilenkirchen vertrekt een hulpgoederentransport naar Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. De basis heeft regiozender L1 en streekomroep LoTV uitgenodigd om de trip mee te maken. Hallo. Als we eenmaal het Limburgse luchtruim hebben verlaten, vertelt kapitein Wilco ter Horst van de basis hoe de operatie gaat verlopen. Dit is een humanitaire hulpvlucht. We hebben momenteel 13 ton aan goederen bij ons voor Pakistan. Op verzoek van de Pakistanse regering. Die hebben een anderhalve week geleden toestemming gegeven om hulpvluchten te gaan voorzien naar Pakistan. En dit is momenteel de vierde hulpvlucht die we inmiddels al aan het doen zijn naar Pakistan. Dat heeft heel nog wat voeten in de aarde, want hoe ziet het programma voor de komende dagen eruit? Het heeft inderdaad heel wat voeten in de aarde. We zijn momenteel onderweg naar Konya, Turkije. Daar worden de goederen uit dit vliegtuig gelaten. Die worden vervolgens weer op een ander vliegtuig, ook van Geilenkirchen, geladen. Daarmee vliegen we naar Pakistan en weer terug. Dan blijven we nog één dag over op Konya. En dat is vanwege het rusten van de hele crew. En vervolgens komen we vrijdag weer terug aan op Geilenkirchen. Mag ik maar koeken? Ja, goed maar. Chicken? Ja. Kip? Hartstikke lekker. De crew die morgen naar Pakistan vliegt, rust nog als we rond 1:30 landen op de Turkse luchtmachtbasis Konya. In Konya worden de hulpgoederen uitgeladen en opgeslagen tot de volgende ochtend. Dan pas worden ze overgeladen op het toestel waarmee we naar Pakistan vliegen. Ondertussen wordt het toestel van de buitenkant op een aantal vitale punten gecheckt. Ten slotte moet er ook nog getankt worden, want dit toestel zal morgen vroeg terugvliegen naar Geilenkirchen. Nu wij gaan checken dat... Dat er geen beschadiging door bijvoorbeeld steenslag of zo, dat de blade zouden beschadigd zijn, gaat de prestatie van de motor minderen en dan moet dat gerepareerd worden voordat we terug vertrekken. Wat we nu doen is een daily, dus dat is eigenlijk een inspectie na iedere vlucht. Kijken naar eventuele defecten, hopelijk zijn er geen. Als die er zijn, proberen die te repareren, zodanig dat we morgen kunnen vliegen of terug kunnen vliegen naar de basis in Geilenkirchen. Zijn die dingen meestal wel te repareren op 12 uur of zo? Meestal zijn die te repareren. Natuurlijk, als er bijvoorbeeld iets in de motor gevlogen is of zo, dan als die schade te groot is, wordt er in de motor gekeken en dan wordt er een beslissing genomen. Maar meestal, zoiets wordt niet gedaan, dan komen ze wel een nieuwe motor. Dus dat duurt wel een paar dagen. Was er met deze vlucht iets kapot gegaan ook? Deze vlucht hadden we een klein probleempje met de ground proximity warning systeem. Dat is? Ja, dat is eigenlijk, dat geeft een signaal, want het wordt meestal gebruikt als je moet landen in een gebergte. En dat eigenlijk verwittigt dat
dat er een berg in aankomst is, maar die hebben ze niet nodig gehad. Maar dus ze functioneerde weer, het was een tijdelijke pannen zogezegd. Er zijn toch behoorlijk wat bergen hier in de omgeving? Ja, maar we zijn er rondgevlogen, hè? Maar het functioneerde terug. Door het uit te schakelen is het een uurtje daarna terug functioneerbaar. Het is de vliegbasis Konia, dat noemen wij een FOB, Forward Operating Base. Eigenlijk niet anders dan een vooruitgeschoven post. Op het moment dat wij bijvoorbeeld operatie hebben vanuit de Middellandse Zee, is het voor ons veel economischer om van hieruit te kunnen vliegen. Het is voor ons van de NATO een vooruitgeschoven basis. De bemanning kan gaan rusten. Wij wachten op de Boeing 707 vanuit Pakistan. Die landt 's avonds rond een uur of 10. Aan boord een Nederlandse piloot en een Nederlandse boordwerktuigkundige. Het tweetal kijkt tevreden terug op de lange dag. Ja, het is helemaal prima gegaan. Ja, we hebben een goede vlucht gehad, prima weer onderweg, niet te veel turbulentie. Ook in Islamabad was het weer beter dan dat er eigenlijk voorspeld was, dus dat ging helemaal prima. Want er is nog meer slecht weer voorspeld daar, toch? Ja, dat klopt. Als je die kant op vliegt, dan kom je nog wel wat onweerswolken tegen. Die waarschijnlijk vannacht en misschien morgen wel wat meer regen zullen geven. Ja, dat klopt. Op een gegeven moment worden die goederen uitgelaten. Dan wordt het nog op een of andere manier overgedragen? Ja, dat wordt overgedragen door de mensen die het uitladen. Wij zijn dan vandaag ontladen door de Pakistanen. En nu is er net een team Amerikanen binnengekomen. Die ook gaan helpen om de vliegtuigen te ontladen. En het helpen om de spullen neer te zetten en daarna te distribueren, zeg maar. En u vliegt normaal ook wel eens op een AWACS. Geeft dit meer voldoening? Ja, ik vlieg ook wel eens op een AWACS inderdaad. Maar dit is mijn primaire job om de Transport Cargo Aircraft te vliegen. Waarbij we dus natuurlijk de AWACS mensen ondersteunen. En dit nu humanitair natuurlijk erbij doen. Dat is helemaal prima. Hella Gort is flight engineer. De sergeant-major is verantwoordelijk voor de techniek gedurende de vlucht. Nou, het makkelijkste is het om te schrijven dat we technisch adviseur zijn van de piloten. Dus het is monitoren van alle technische systemen aan boord. Dus de motoren, het elektro, het hydrauliek en van tevoren met de vluchtvoorbereidingen. Dus de take-off data, dus de snelheden en dergelijke berekenen. En datzelfde doen wij ook voor de landing. Nu vliegen jullie normaal met de AWACS. Dit is een humanitaire vlucht. Geeft dat meer voldoening? Op zich, ik zit sowieso al op deze kist en dit is een transportvliegtuig, dus wij doen sowieso altijd al cargo en passagiersvervoer. En eigenlijk voor dit doel is het natuurlijk uitermate een goed doel eigenlijk en dat geeft inderdaad meer voldoening dan gewoon heen en weer te vliegen. Ja. Dit is heel dankbaar werk, ja dat klopt. Vandaag hebben we aan vlieguren bijna 13 uur gevlogen. En nu is het kapot? Valt mee, deze dag was alles bij elkaar maar 18 uur. Dan moeten jullie een paar uur verplicht rusten. Hoe lang is dat? Is minimaal 12 uur voordat je weer met de volgende vlucht bezig mag gaan. En nu snel naar bed en flink slapen? Wij gaan inderdaad even een paar uurtjes slapen en dan gaan we morgen weer terug naar huis om te wachten op de volgende orders. Wel rusten en bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Om 4 uur Nederlandse tijd wordt het vliegtuig in gereedheid gebracht en de goederen ingeladen. De vlucht van Konia in Turkije naar Islamabad in Pakistan gaat zo'n 6,5 uur duren. Vanuit Islamabad moeten de hulpgoederen dan uiteindelijk in het rampgebied terechtkomen. Kogelvrij vest en een helm, dat behoort tot de standaarduitrusting voor mensen op een missie naar bijvoorbeeld Afghanistan of naar in dit geval Pakistan. En dat is niet verplicht om daar 24 uur mee rond te lopen, maar het is toch fijn als je het bij je hebt. Het is 6 uur lokale tijd, dat is 5 uur Nederlandse tijd. Alle hulpgoederen zijn ingeladen en over een klein uurtje vertrekken we naar Islamabad in Pakistan. We zijn in Turkije gestart vanmorgen, vervolgens zijn we richting Irak gevlogen. We vliegen nu boven Iran en vanaf Iran gaan we straks een beetje naar links richting Pakistan, naar Islamabad. De goederen achter ons, waar komen die precies vandaan? De goederen die komen uit Duitsland, uit de buurt van Solingen. Een Duitse gemeenschap heeft die goederen bij elkaar verzameld en die hebben we nu inmiddels in 2 vluchten, brengen we die naar Pakistan.
Pakistan is in big trouble. How many cargoes are NATO flying in at the moment? NATO is bringing in the cargo that is requested by nations and NGOs, non-governmental organizations. That varies, of course, based on how many offers there are for that service and then how much we can put the planes together. Currently, the plane you see behind me is the fifth in our line of aircraft that have come. We have both civilian and military skinned airplanes that are bringing cargo offered up by nations and by non-governmental organizations. Well, what the team on the ground here does is we coordinate the offloading of the aircraft and all the services that are needed. We have airplanes coming in from all over the country, from the United States, from Europe, from everywhere, so it's quite a tedious process. Once the cargo gets offloaded, it gets brought to two spots here on Chaklala. The spot you see right in front of you is where goods go that are headed directly to the government of Pakistan. There's another ramp on my left, which is where goods go that are donated to specific NGOs or non-governmental organizations. So you don't make the decision, but the decision has been already made. Absolutely. The decision is coordinated at NATO headquarters. We're here to receive the goods. Part of NATO's function is to, in fact, support humanitarian assistance operations and disaster response operations. So yes, it's very satisfying. We've done this actually in 2005 also, when the earthquake happened here in Pakistan. It was a much larger operation, but nonetheless, we learned a lot from that that we're applying now in this operation. And this gives you a great good feeling to help these people. Absolutely. We're glad to do anything we can to the people. They obviously have a lot of need. We thank the folks in Europe for sending stuff down and are just glad to do what we can to help. We zijn veilig aangekomen op de plaats van bestemming. En zoals te zien is, staan de mensen al uren te wachten hier met bussen om de spullen in te laden en veilig te vervoeren naar het rampgebied. Ons vliegtuig wordt bijgetankt en dan vliegen we in zo'n 6,5 uur terug naar de basis in Turkije. En morgen vroeg nemen we het vliegtuig terug naar de basis in Gaydakerik. Na het ontbijt spreek ik met televisiemaker Jan de Koning. Hij is namens zijn werkgever, de provinciale omroep L1, ook mee op de missie. Ik werd gevraagd om naar Pakistan te gaan voor een snelle trip en zelf als camerajournalist deze reportage te maken. Want er was maar ruimte voor één persoon, zo min mogelijk mensen mee. En dan moet je dus beide disciplines beheersen, interviewen, het maken van een reportage en filmen. Nu zit u hier op de hotelkamer op uw laptop op het toilet. Hoe komt dat? Wat ben je daar aan doen? Nou, mijn laptop is blijkbaar heel erg gevoelig voor alle straling hier in het gebouw rondom Konya in Turkije. En hij valt elke keer uit, dus ik heb een plekje gezocht waar hij het wel doet. Ja, en de wc was het beste, dus vandaar heb ik daar mijn studio maar gemaakt. Wat waren uw indrukken van Pakistan en van het hulptransport? Mijn indruk is een goede indruk geweest. Ik heb verder niet zoveel gezien van het rampgebied. We zijn er niet in geweest, we zijn niet verder gekomen dan het vliegveld. Ja, en dat is... Zoals andere vliegvelden. Met dit verschil dat er heel veel hulpgoederen staan. En gelukkig steeds meer hulpgoederen komen. En dat is een goede zaak. De piloot is al klaar voor de terugreis. En ik heb vlak voor vertrek nog een paar laatste vragen voor Wilco ter Horst. Waarom heeft u de pers eigenlijk uitgenodigd voor deze trip? Dat ik eigenlijk heel belangrijk vind dat jullie ook de andere kant van onze taken zien. Dus niet alleen de militaire taken, maar ook de humanitaire hulpverlening. En ja, er waren best wel veel vragen over. Mensen hebben het idee dat we eigenlijk alleen maar geluid maken vanwege militaire taken. En dit was voor ons de gelegenheid om te laten zien dat we ook humanitaire taken ondersteunen. En dat is de reden dat ik jullie gevraagd heb om mee te gaan. Het is de laatste dag van de missie. Is alles succesvol verlopen? Ja, het is uitermate succesvol verlopen. Nou, zoals je weet hebben we gisteren de goederen in Pakistan gebracht. En ja, dat gaf me erg veel voldoening.
dat we met NATO toch, toch een bijdrage daaraan hebben kunnen leveren. En sommige mensen zeggen wel eens, het is een druppel, maar ik heb zoiets, verder druppels maken nog steeds een plas. En ja, het geeft mij weer een voldaan gevoel dat we dat voor elkaar gekregen hebben. Flying flight level 360, it's a very nice day, no bad weather, so we estimate arriving in 2 hours more or less to Germany. Right now we are flying over to Bulgaria, so we should be arriving soon. Yeah.